Er is vandaag een protestdemonstratie tegen het sluiten van Camus. We gaan vandaag naar het Damplein. Jullie vrijwilligers hebben ook in Leidschagen gestaan. Hoe werd er over het algemeen op gereageerd, zeg maar, dat Camus zou sluiten? Ik moet zeggen dat ik zelf tijdens de handtekeningen op vakantie was. Dus ik heb dat niet zelfbewust meegemaakt. Maar ik heb van tevoren wel op internet en op Twitter ben ik vooral heel actief heel veel gelezen. Heel veel negatieve reacties. Dat het echt zonde was. Was wel bezoekers als artiesten, als iedereen. Reageerde heel negatief en geschokt. Ik woon hier in de buurt en ik heb geen vervoer. En dit is lekker dichtbij. En als de voorburgers, kom ik er niet meer. Niemand. Alles wordt ons ontnomen. Wat vinden jullie ervan als Camus zou gaan sluiten? Ja, dat zou ontzettend jammer zijn. Dat zou veel minder mogelijkheden geven om 's avonds hier lekker uit te gaan. En waarom is Camus zo'n toevoeging? Ja, het is gewoon een heel intiem theater. De artiesten die er komen, die zijn gewoon super. En het is ook klein, knus. Het is gewoon heel leuk om erin te gaan. En jullie zijn dus speciaal vanmiddag hiervoor gekomen? Ja, 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 natuurlijk. Het dingetje zo. Oh, hij doet het niet. Oh, deze ook niet. Speciaal heeft hij helemaal gekocht. Wat vindt u ervan dat Camus gaat sluiten? Ik vind het een zeer slechte zaak. En waarom is dat? Nou, ik denk dat de cultuur in Leidschendam geholpen is met een goed theater waar zowel groot en klein terecht kan. En ga je er wel eens met gezin naar? Ja, we komen er regelmatig. Ikzelf voor de cabaretiers en de kinderen met school. Wat denk je dat deze demonstratie uiteindelijk gaat helpen? Nou, ik denk dat de wethouder is, moet nadenken over de keuze die de gemeente heeft gemaakt. Iets minder subsidie, dat snap ik. Maar de bedragen die nu spelen, dat is veel te veel. Ik denk dat de wethouder gewoon punt moet maken dat Camus moet blijven. Wat ik ervan vind, dat schandalig is dat ze dat sluiten. Er is zo weinig in Leidschendam te doen. En dan gaan ze dat sluiten. Nou, laten ze andere dingen nou eens minder gaan doen. Dat is voor de ouderen precies één. Dus voor ouderen is al zo weinig hier. Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Maar we hebben er al twee. En dat willen we graag zo houden. Wij zeggen dus ja tegen het behoud van Camus. Wij zeggen ja tegen het behoud van een cultuurpodium in het nieuwe Damcentrum. Teun. Ja, dames en heren, daar sta ik dan in een soort protestbeweging de mensen toe te spreken. Dat zijn we niet gewend. Ondernemers hebben wel wat anders te doen meestal, maar ja, nood breekt wet. En dat doen we dus nu ook hier. En als het weer zoals het op deze mooie dag symptomatisch is voor de toekomst van de Camus, zitten we zeker goed. Maar laten we eens kijken hoe wij daar tegenaan kijken als ondernemers, want wij hebben daar wel de belangen bij. Camus heeft in korte tijd een belangrijke plaats weten te verwerven aan de Damlaan. En is belangrijk als publiekstrekker. Maar ook als opvallend monumenteel gebouw. Als je op de Damlaan staat, valt dat gewoon op. En het is ook belangrijk voor de levendigheid van de Damlaan. En als zodanig in het hele Leidschendamse centrum. En dat dreigt allemaal te vervallen als Camus zijn activiteiten staakt. Ja, en ik sta hier voor de ondernemers in dit gebied. En dat is voor de gevestigde ondernemers in het centrum een kwalijke en funeste ontwikkeling. Ook onbegrijpelijk, overigens, als je terugkijkt waarom het Damlaankerkje, waar Camus dus in zit, in de tijd, nu 10 jaar geleden alweer, is ontwikkeld als theater. En dan moeten we even in de historie kijken. En dan citeer ik even kort uit gemeentelijke stukken van 10 jaar geleden. Daarin wordt gezegd, voor het theater Camus in Voorburg en de theatergroep Gazelle in Leidschendam moest een huisvestingsvraagstuk worden opgelost. Tegelijkertijd speelt de wens van het Damcentrum voor de ontwikkeling van een cultureel centrum dan wel theater.
wethouder Bijmers en ik, en dat is in dit geval geschreven door wethouder Beenakker in de tijd, zagen hier de kans om twee vraagstukken op te lossen door het voormalige gereformeerde kerkje aan de Damlaan te benutten als plek voor Camus en de gezellen en daarbij tevens een multifunctioneel cultureel gebruik in te bouwen, bijvoorbeeld voor exposities. Ja, en wat zien we nu? Camus zou moeten sluiten, ik zeg erbij zou, vanwege geldgebrek. Ja, en ondernemers weten als geen ander dat als er geen geld is, dan ook alles ophoudt. Maar als je zegt van ja, we moeten blijven voorbestaan en we willen blijven voorbestaan, moet je op zijn minst de fundamenten van je activiteiten overeind houden. En voor het Leidschendamse Centrum is Camus is zo'n fundament. Er moet dus alles aan gedaan worden om het voortbestaan te waarborgen. En volgens ons is er aan de exploitatie van het gebouw nog veel te verbeteren. De stichting Camus zelf heeft zich als goed en aantrekkelijke theatergroep wel bewezen. De gemeente heeft echter verzuimd het gebouw breder in te zetten voor multifunctioneel en cultureel gebruik, wat aanvankelijk ook de opzet was. Kennelijk was het ook niet dringend nodig, zolang er voldoende middelen ter beschikking stonden. Maar nu deze middelen verschralen, wordt dit soort gemakzucht dus flink afgestraft. We gaan hier niet discussiëren over de grote investeringen die bij sluiting zomaar overboord worden gegooid. Daar lezen we van in de kranten, we horen daar cijfers over. Ik heb daar geen helder inzicht in, dan zeggen we er ook niet veel over. We gaan ook niet over de bedragen die worden opgebracht uit de exploitatie. Daar zeggen we ook maar niets over, dat moet maar aan de vergadertafel gebeuren. Wat we wel willen is de partijen uitdagen en in het bijzonder de gemeente om hiervoor oplossingen aan te dragen. En de ondernemers zijn niet te beroerd om ook hierover mee te denken. Camus mag niet sluiten. Camus is een van de fundamenten om vitaliteit te brengen in het Leidschendamse centrum en is dus niet alleen een belangrijke culturele factor, maar ook een economische. Anderhalf jaar geleden hebben wij al in een brief aan BMW en de fractievoorzitters van de politieke partijen geschreven waarin wij onze zorgen uiten over het voortbestaan van Camus. Daar is in die tijd geen reactie op gekomen. Vorige week hebben wij dit weer gedaan en hierin zeer genuanceerd de problematiek naar voren gebracht. En daarbij hebben we ook oplossingsrichtingen aangedragen. De hier aanwezige wethouders kunnen in ieder geval niet ontkennen hiervan niet op de hoogte te zijn. En we zijn dan ook benieuwd naar hun reactie. Dames en heren, Camus moet blijven. Dank u wel. Goedemiddag. Namens toneelgroep De Gezellen wil ik graag het woord tot u richten. Sinds 1945, dus inmiddels zo'n 67 jaar, zijn wij een echt Leidschendams toneelgezelschap dat jaarlijks met onze producties, comedies, blijspelen en kinderproducties zo'n 2500 bezoekers trekt. Het grootste gedeelte van onze bezoekers komt uit Leidschendam en is inmiddels trouwe aanhanger geworden. Wij zorgen voor een avond of middag vermaak op zeer professionele wijze, kunnen wij wel zeggen. Is het de bedoeling dat de gemeente zich zo makkelijk neerlegt bij een noodgedwongen besluit van de theaterbesturen, alleen maar omdat dit voor de gemeente een gewenst financieel resultaat heeft? Wat gebeurt er met het pand als dit leeg komt te staan? Ooit was de grote verbouwing van dit pand van circa 1,3 miljoen tot theater een onderdeel van de revitalisering van het nieuwe centrum. Nu, als dit gemeentepand leeg komt, lijkt het op kapitaalvernietiging en doet afbreuk aan dit mooie centrum. Dit kan toch niet waar zijn? Wij hopen en vertrouwen erop dat het college in al haar wijsheid en betrokkenheid de juiste beslissing zal nemen. Dank u wel. Geachte heer Van Olstaaien, allereerst wil ik bij deze alle vrijwilligers bedanken die mee hebben geholpen met alle handtekeningen verzamelen, posters plakken, nou ja, alles wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Alfred van Kesteren en ik zijn de initiatiefnemers van deze actie voor het behoud van Theater Camus.
Wij zijn samen opgeteld goed voor 40 jaar vrijwilligerswerk voor Theater Camus en tevens ondernemers binnen dit prachtig vernieuwde centrum. Ik spreek ook namens Alfred als ik zeg dat er al een ellenlange toespraak klaar was met alle argumenten waarom Theater Camus behouden moet worden. Heeft het echter zin om dit nu voor te dragen? Nee. Alles is namelijk de afgelopen weken en vandaag al gezegd. Nee tegen het gemis van de 90.000 euro huur waar de gemeente straks mee te maken krijgt. Nee tegen de sluiting van het bijzonder sfeervolle theater en daarmee nee tegen de sluiting van het podium voor de gezellen en andere culturele instellingen die haar gebruiken. En nee tegen de kapitaalvernietiging. Wij gaan ervan uit dat dit inmiddels bij u duidelijk is aangekomen. Maar wat wel nu nog te zeggen? Terug naar de reden waarom wij deze actie hebben opgezet. De besturen van Theater Camus en de Tobbe hebben al dan niet onder dwang besloten te fuseren en een nieuwe theaterorganisatie te realiseren op de locatie van de Tobbe. Begrijpen wij deze beslissing? Het sluiten van Camus is dood en doodzonde en daar strijden wij tegen. U heeft zelf gezegd, ik wil op een eerlijke en transparante manier werken en zorgen voor draagvlak. Dat vind ik belangrijk en daar sta ik voor. Wethouder, hier is uw draagvlak. Bij deze overhandigen wij u nu de petitie met 4419 handtekeningen. En daarnaast worden er nog steeds handtekeningen gezet. Formulieren vol, die gaan er nu nog even bij. Wij verzoeken u met het college een oplossing te vinden voor het behoud van Theater Camus. Dank u wel. Mijn naam is Peter van Ostaaien, wethouder kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg. En ik wil hier inderdaad een hele korte reactie geven namens het college van burgemeester en wethouders op de petitie die mij zo net is aangeboden. Maar voordat ik dat doe, wil ik iets zeggen over het prachtige plein waar we hier staan. Dit plein, dat heb ik meegemaakt toen het werd geopend. Dat was een prachtige bijeenkomst met heel veel mensen. En vandaag laat dit plein zien dat het ook geschikt is voor protesten, voor het aanbieden van een petitie. Kortom, een multifunctioneel plein. En dat is, vind ik, erg goed. Daar straks is door de heer Glasbergen gezegd, wij hebben twee theaters. Eigenlijk hebben we er drie, want dit is een prachtig openluchttheater wat zich leent voor heel veel activiteiten. En ik denk dat ook Leidschendam daarmee gefeliciteerd moet worden. Dan naar de petitie. Het is zo dat er ligt een moeilijke keuze voor als het gaat om Camus of de Tobbe. Daar wil ik niet omheen gaan. Maar ik wil u ook een paar woorden zeggen over de achtergrond. Zoals u weet heeft Leidschendam-Voorburg en alle overheden hebben een financieel probleem. Er moet bezuinigd worden. Onze gemeente heeft een bezuinigingsprogramma van 23 miljoen. Daar heeft de gemeenteraad haar goedkeuring aangegeven in het voorjaar van 2011, vorig jaar, bij de voorjaarsnota. De gemeenteraad heeft gezegd dat de financiën van deze gemeente op orde moeten blijven. Daarvoor moet bezuinigd worden. Een bezuinigingsprogramma van 23 miljoen. Dat doen wij om deze gemeente ook naar de toekomst toe financieel gezond te houden. En dat is een groot belang. Dat wil ik even toch naar voren brengen. En daar in dat kader vinden ook die bezuinigingen plaats op de theaters. En in totaal moet er dan zo'n anderhalve ton, ruim een halve ton, op de theaters worden bezuinigd. En dan moeten er keuzes worden gemaakt. En ik wil toch uitdrukkelijk zeggen, en dat doe ik dan als reactie op de verschillende sprekers zo net die hebben gezegd, college, kom terug op uw keuze. Wethouder, kom terug op uw keuze. Ik wil uitdrukkelijk zeggen, het college heeft nog geen keuze gemaakt. Het is zo dat het college vanaf het begin, en de gemeenteraad is het daarmee eens, hebben gezegd, wij willen die keuze niet zelf maken. Wij hebben gezegd, wij willen het eerste woord geven aan het veld zelf. En vandaar dat wij een adviesaanvraag hebben doen uitgaan naar de beide besturen. En we hebben gezegd, besturen, kom nou zelf eerst met een voorstel. In die fase zitten we nu. Die besturen van Camus en de Tobbe, die hebben vlak voor de vakantieperiode, eind juni, hebben zij hun advies uitgebracht. En dat ligt er nu.
En het is goed om te weten dat dat dus een advies van die beide besturen is en niet van het college van burgemeester en wethouders. Op dit moment biedt u een petitie aan. 4419 handtekeningen hoorde ik net. En dat is een belangrijk signaal. Het college van burgemeester en wethouders neemt dat signaal heel serieus. En wij hebben zo net ook goed geluisterd. Ik ben hier, maar ook collega Houtzager, wethouder, is hier, wijkwethouder. En ik zie verschillende raadsleden in het publiek. Kortom, het gemeentebestuur heeft goed geluisterd naar uw signaal. Ik als wethouder heb dat goed in mij opgenomen. Ik heb ook verschillende teksten gekregen. Kortom, uw boodschap is helder. En wat gaat er nu gebeuren? In de komende dagen, in de komende weken, gaat het college van burgemeester en wethouder in beraad over dit onderwerp. We hebben het advies van de beide besturen waarin die duidelijke keuze wordt gemaakt. Wij hebben uw petitie. Het signaal daaruit is heel duidelijk, heb ik net gezegd. Wij hebben al de belangen die hier spelen in Leidschendam, hebben wij goed op het vizier. Wij zullen als college van burgemeester en wethouders, zullen wij al deze belangen op een goede manier afwegen. En dan zullen wij ook heel duidelijk kijken naar dat cultureel ondernemerschap, wat door verschillende sprekers zo net is genoemd. En wat ook bijvoorbeeld door de ondernemers afgelopen week in de kranten naar voren is gebracht. Er is gezegd door de ondernemers, in Camus, daar zit veel meer in. Daar kan je veel meer mee. Zo net is nog gezegd door bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de gezellen, van geef nou ruimte aan al die initiatieven die in dat gebouw kunnen. Mevrouw Disco heeft gezegd van, ik wil daar allerlei andere zaken ook mogelijk maken. Kortom, er leeft van alles. Er zijn allerlei initiatieven. Wij zeggen als college van burgemeester en wethouders, oké, neem dan die handschoen op. Als dat culturele ondernemerschap er is, als die mogelijkheden er zijn, dan willen wij dat graag horen, dan willen wij dat ook graag zien. En dan willen wij ook dat die een kans krijgen. Samenvattend, de komende weken, de komende dagen gaat het college zich hierover beraden. We hebben het advies van de beide besturen, wij hebben uw petitie. Er is ruimte voor allerlei initiatieven die er zijn in de samenleving. Dat alles, dat zullen wij in integraal bekijken. En het college zal binnen afzienbare tijd met een standpunt komen. En dat zullen wij vervolgens met de beide besturen van de theaters gaan bespreken. U moet dus nog even wachten op een definitief antwoord. Het college van burgemeester en wethouders werkt daar hard aan. Maar het belang van Camus is heel duidelijk op ons netvlies. En wij zullen daar ter degen rekening mee houden. En ook deze petitie zal daarbij een belangrijke rol spelen. Dank u wel. Ik ben zelf singer-songwriter. Wat gaat er met mij gebeuren als er voor beginnende muzikanten straks helemaal geen kleine theaters meer zijn?